Welkom bij Vera D, Yoga Flow. En laten we starten met hol en bol in kniezit. Inademen, rek op. Uitademen, strek de armen voor je uit. Bolle rug, kin in. Inademen, strek de armen achter je, handen bijeen. Holle rug. Herhaal deze twee bewegingen op het ritme van je ademhaling. Inademen, strek de armen achter je, handen bijeen, holle rug. Uitademen, strek de armen voor je uit, bolle rug, kin in. Eenvoudige draaiing. Leg je benen links naast je heupen in de zeemeerminhouding. Adem uit en maak een opwaartse draaiing vanuit je onderbuik. Draai afwisselend je bovenlichaam naar links en naar rechts. Laatste maal. Draai je romp weg van je benen en houd deze positie aan. Deze eenvoudige draaiing is heel effectief tegen spanning in de nek, schouder en rug. Ademen. Kijk over je schouder heen. Strek vanuit de zeemeermin de onderbenen naar voren. En buig afwisselend je linker en je rechterknie naar je buik. Buig de knieën en leg beide voeten naast je rechterheup. Draai vanuit de onderbuik afwisselend naar de rechter en de linkerkant. Losmaken van het bovenlichaam. Laatste maal draai je romp naar links en houd deze positie aan. Losmaken van de nek, de schouder, de rug. Eenvoudige draaiing van de wervelkolom. Kijk over je schouder heen. Strek je benen voor je uit in strekzit. Buig je rechterknie en neem met je linkerhand de buitenkant van je voet vast. Draai op een uitademing je romp naar de rechterkant en open gelijk je rechterarm op schouderhoogte naar achteren. Kijk over je schouder heen. Houd je been gebogen of gestrekt. Een draaiende strekking. Kom terug in strekzit. Zittende vooroverbuiging. Op een uitademing buig vanuit de heupen naar voren. Breng het hoofd zo ver mogelijk richting van de tenen. Voel de rek in je onderrug. Kom terug in strekzit en wissel van kant voor de draaiende strekking. Buig je linkerknie en neem de buitenkant van je voet vast.
Draai op een uitademing je romp naar de linkerkant. Strek je linkerarm op schouderhoogte naar achteren. Kijk over je schouder heen. Houd je been gebogen of gestrekt. Staf met draai en hand op de voet. Rekken van de rug en de benen. Laat los. En kom in de handen knieënstand. Voor de kat en koe op het ritme van je ademhaling. Adem uit en maak een ronde rug. Adem in en maak een holle rug. Bol en hol. Stap met je rechterbeen naar voren in de geknielde houding. Leg je handen op je dij. Rek je rug op en trek je navel in. Rugdraai naar de kant van je voorste been en leg je hand op je stuitbeen. Blijf even in deze houding. Plaats je linkerhand op de grond, aan de buitenkant van je rechtervoet. Even houden. Beginners blijven hier. Verder strekken. Til je achterste knie van de grond. En strek vanuit de heel het been verder uit. Duw je heel naar de vloer toe. Ademen. Balans. Breng op een uitademing je handen voor je borst in bidhouding. Balans. Focus. De gedraaide zijwaartse hoek. Deze houding versterkt je benen, rekt je schouders en bovenarmen, verruimt de heupen en verbetert het evenwichtsgevoel. Focus. Ademen. Laat los en kom in de neerwaartse hond. Breng je borst verder naar de vloer. Rek je schouders en hamstrings verder uit. Schuif je handen voorzichtig naar voren, zodat je hoofd dichter bij de vloer komt. Neerwaartse hond met voorhoofd op de vloer. Buig de benen en breng je linkerbeen naar voren in de geknielde houding. Leg je handen op je knie. Rek je rug op en trek je navel in. Draai de romp naar de kant van het voorste been en leg je linkerhand op je stuitbeen en je rechterhand op je linkerdij. Buig naar voren en leg je rechterhand aan de buitenkant van je linkervoet. Even vasthouden. Beginners blijven hier.
verder strekken. Til je achterste knie van de grond en strek vanuit de hiel het been verder uit. Duw de hiel naar de vloer. Balans, evenwicht. Breng op een uitademing de handen voor je borst in bidhouding. Balans. Deze staande houding met zijn diepe draaiing geeft een krachtige basis en verbetert het evenwichtsgevoel. Laat los. Draai je lichaam naar het midden voor de wijdbeense vooroverbuiging en tegenhouding. Benen wijd en voeten parallel. Leun vanuit je heupen naar voren. Handen op schouderbreedte uit elkaar. Rug recht. Voel de stretch aan de achterkant van je benen. Ademen. Plaats de handen op één lijn met de voeten. Buig de ellebogen en laat je kruin op de vloer zakken. Verruimt je lichaam. Openen. Laat los en kniel neer voor een achteroverbuiging, de kameel. Kom in de kniestand. Leg je handen op de onderrug of op de hakken. Kantel je hoofd naar achteren. Rekken van de dijen en de heupbuigers. Openen van de borstkas. Rekken van de buikspieren. Laat los, kom terug in de kniestand voor een variant van een achterwaartse buiging met een been zijwaarts gestrekt. Strek het voorste been zijwaarts. Buig achterover en plaats je linkerhand naast je kleine teen. Strek de andere arm naar achteren. Kijk naar je vingertoppen. Maak de hele voorzijde van het lichaam ruimer. Rekken van de borstkas, enkels, buikspieren versterken van de ruggengraat. Laat los en kom langzaam omhoog. Wissel van kant. Strek het andere been zijwaarts. Buig achterwaarts. Leg je rechterhand naast je kleine teen. Strek de andere arm naar achteren. Kijk naar je vingertoppen. Houd je boven- en onderbeen in een rechte hoek. Maak de hele voorzijde van het lichaam ruimer. Openen van de keel. Laat los, kom naar het midden voor de gestrekte kindhouding. Kom in kniezit.
Open de knieën en buig naar voren. Wandel verder met je handen naar voren. Strek verder uit, wandel nog verder, voorhoofd op de vloer. Gestrekte kindhouding. Kom naar het midden in kruis zit en ontspan. Hoofdrol. Maak een grote cirkel met je hoofd en wissel van richting. Wissel van richting. Maak een grote cirkel met je hoofd. Hoofdrol, andere richting. Rugdraai naar de rechterkant. Rugdraai naar de linkerkant. Naar de rechterkant, rugdraai. En draai je romp naar de linkerkant. Naar het midden, adem in. Strek je armen zijwaarts omhoog over het hoofd, handpalmen bijeen. Adem uit. Laat los. Adem in. Rek op. Adem uit. Ontspan. Zo. Dit was het voor vandaag. Wat mij betreft, bedankt om mee te doen. Laat los.